Hey, ik ben terug. Ik ben terug en jullie kunnen al meteen stressen om mijn haar. What the fuck? Ik steek het op school. School is nog maar 2 weken bezig en ik heb het al volledig gehad. Volledig. Ik sorry dat ik 2 weken weg ben geweest. Ik heb mijn tweede strijk gekregen en ik had gezegd op Twitter dat ik geen zin meer had. Maar eigenlijk was het een sociaal experiment. Ik wou zien wat er zou gebeuren als ik zeg dat ik geen zin meer had. Maar eigenlijk had ik gewoon een tweede strijk waardoor ik 2 weken niet kan uploaden. Dat er mensen zijn die dat geloven. Kijk, waarschijnlijk niet, maar ik ga nu ook niet vertellen waarom ik 2 weken niet ga uploaden heb. We gaan er gewoon een leuke video van maken. Hebben jullie 2 weken niet gezien? Holy shit. Stel je voor dat je met je vriendin een relatie hebt. Dat jullie zien elkaar echt graag. En ineens zie je elkaar gewoon 2 weken niet. Zo elke keer als er iemand naar beneden gaat, komt er iemand anders hier. We zien elkaar gewoon niet meer. Oh yo, dat moet echt fucked up zijn. En zo was het ook bij mij. Ik stond elke dag op. Camera lag elke dag op dezelfde plek. Maar ik nam hem gewoon niet en ik nam geen video op. Hoe kan dit? Geen flow idee. Kom ik nu terug? Moeilijk. Ik wil ja zeggen, maar ik wil ook nee zeggen. Maar waarschijnlijk zeg ik toch wel ja, want ik ben zwaar verslaafd aan YouTube. Ook al heb ik het in deze 2 weken niet echt gemist. Het was er wel altijd. Elke dag als ik thuis kwam, wou ik een video opnemen. Als ik naar andere video's keek op YouTube, dan had ik pijn in mijn hart, omdat ik weet dat ik ook zo iemand was. Een paar dagen geleden. Oké, okay, geen schrik, fuck die shit. Ik kom wel terug, maar op een andere manier. En dan bedoel ik anders uploaden en zo. En snap je? Mijn voice cracks worden alleen maar erger. Puberteit. What the fuck doe je met mij? Hey, dus wat gaat er gebeuren? Ik ga waarschijnlijk gewoon weer elke dag uploaden. Maar ik wou eigenlijk gewoon elke week 1 video uploaden. Maar tot gisteren stond het idee standvast dat ik ging stoppen met YouTube. En dat ik misschien elke maand 1 video ging online zetten. Wat heeft er mij gisteren een enorme motivatiekick gegeven? Dit! Bam! Ja, dat was ook weer echt mijn goal. En voor de mensen die het zich afvragen, ik laat mijn snor staan omdat ik het wel grappig vind. Ik weet dat ik mijn mening niet kan geven over dingen op Twitter. Omdat er anders weer allemaal mensen op mij springen. Maar toch heb ik het gedaan. Ik heb dit getweet. Ja, dat is er misschien een beetje over. Maar wel terecht! Kijk, sorry naar alle meisjes die Trasher dragen. Sorry naar alle mensen die Trasher zonder H schrijven. Sorry naar alle mensen die mijn frustratie niet snappen. Maar Trasher dragen is voor skaters. Is hetzelfde als een knolpower trui dragen. Waarom zou je knolpower dragen als je Enzo Knol niet kijkt of als je Enzo Knol kut vindt? Dat doe je ook niet. Er zijn echt geen mensen die zeggen, ik heb geen flauw idee wie Enzo Knol is, maar ik ga nu een knolpower trui kopen omdat ik hem mooi vind. Ik denk dat niemand dat heeft gedaan. Misschien hoogstens de ouders van een kind die die trui dan ook hebben gekocht gewoon om een kind, ik weet niet, maar dit nee! Kijk, snap je? Oké, okay, er komt er zo'n vergelijking aan die nergens op slaat, maar die wel een beetje klopt. Als je een auto koopt, dan is het om erin te rijden. Niet om hem in je garage te zetten, om er foto's in te nemen en om ermee te shinen op social media, maar er helemaal niet in te rijden. Een Trasher trui draag je om te skaten. Niet om mee rond te lopen in de stad van, hey, kijk naar mijn kleren! Kijk hoeveel stijl ik heb! Wow! Nee. Trasher is het merk van skateboarden. Je kan Trasher zien als de merchandise van skaten. Dat is het. Meer kan ik er niet over zeggen. Discussie gesloten. Oké. Gisteren stond ik op met het idee, ik ga stoppen met YouTube. Maar met het idee, ik ga stoppen met YouTube. Het is gedaan. Ik sta daar zo uit mijn bed recht. Op deze manier dus. Zo dus. En ik wandel helemaal naar hier. Ik weet eigenlijk echt niet waarom ik naar hier wandelde. Maar ik denk om mijn gordijn open te doen of zo. I don't know. En ja, kijk. Toen zag ik dit ding staan. En mijn hart is eigenlijk gebroken. Want ik had dit ding al 2 weken niet meer gezien. Normaal staat dat ding altijd daar. Zo daar op mijn bureau. Bij mijn computer. Maar geloof het of niet. Ik heb die computer bijna nooit gebruikt. Die is al lang niet meer aangeweest. En toen ik dit ding zag. En nog eens goed las waar op de achterkant stond. Kids Choice Awards 2016. Favoriete vlogger Nederland en België. Acid. Toen dacht ik echt. Ik ben Acid. Kijk, ik kan niet stoppen. Mijn video's maken. Of als ik het zou willen, het zou toch niet lukken. En ik las dat ding en ik draaide mijn hoofd meteen aan mijn playbutton. En ik heb mij zo even op mijn bed moeten zetten. Waardoor ik mijn trein gemist heb. Om naar school te gaan en dat was ook weer fucked up. En ik heb eens goed nagedacht. En nu denk ik, waar de fuck was ik mee bezig? What the fuck? Als ik stop met YouTube, dan stop ik gewoon met YouTube. Snap je? Beeld je in. Ik. Die stop met YouTube. Wat zou ik dan doen met mijn tijd? De afgelopen 2 weken heb ik ook veel gedaan met mijn tijd. Hoor, ik ben naar buiten geweest en zomaar dat begint ook saai te worden. En dan meen ik, ik heb het echt gehad met Blankenbergen. Kijk, YouTube is gewoon mijn hobby. Als voetbal voor jou je sport is, als jij graag YouTube filmpjes kijkt, YouTube filmpjes maken mijn ding. Ik ga daar niet mee stoppen. Vanaf een livestream, om 8 uur op je beeldscherm. Kom het checken. Twitch. En daar ga ik heel het verhaal doen. Ik heb het nu redelijk kort gehouden. Kom naar Twitch vanavond. We gaan ook gamen of zo. Een beetje de nieuwe zombie map spelen of zo. I don't know. En vanavond komt er ook nog een video om 7 uur. Ik weet niet waarom deze video zo vroeg is geüpload. Moest toch iets doen met mijn tijd. Dames en heren, smash je duimpje omhoog. Tot straks. En volg mijn Snapchat ook voor leuke shit. Ja, joh.